Hallo allemaal, we zijn er weer. Het is een gloednieuwe aflevering van de Babbelbox. Mijn naam, Romano Wip. En vandaag zit ik weer met drie praatjesmakers. En laten we luisteren wat ze te zeggen hebben. Here we go. We gaan eerst kennis maken met ze natuurlijk. Zeggen jullie me allemaal, hoe gaat het met jullie? Goed. Oké, gaan jullie me vertellen hoe jullie heten? Allemaal, één voor één. Ik heet Isara Mangupaviro. Isara Mangupaviro. Ja. Jij? Gifensio. Gifensio. Okay. Ja. En jij heet? Jamia Mohan Elisa Sana. Nog een keer? Jamia Mohan Elisa Sana. Oké. Okay. Allemaal mooie namen. Oké. Okay. Horen jullie van groenten? Ja. Maak de groenten. Bita Wedus Opropo en Boulaché. Oké. Dat lust ik niet. Nee, hè? Is te bitter. Mm. En wat eet je dan wel? Kool en vlees. Alleen korrent vlees, oké. Okay. Ja. Ik eet die witte groenten. Je eet ze wel? Alles? Soms eet ik ook die zachte groenten. Oh ja, spinazie en zo. Spinazie en zo op zo'n dagelblad. Ik eet ook spinazie. Oh, spinazie eet je wel? Want ja. Dat maakt je? Sterk. Ja, dan laten we zien. En jij? Ah, oké. Okay. Oké, weten jullie wat kunst is? Nope. Kunst. Nee. Kunst is wanneer je bijvoorbeeld een schilderij of een heel mooi werkstukje maakt. Weten jullie eigenlijk wat ik bedoel? Laat zeggen, ik maak iets uit hout of zo. Oh, ik weet. Mm-hmm. Oh ja, dan moet je het verven. Ja, dan moet je het verven. Je verven op een blaadje. Aha. En je maakt mooie dingen van mensen. Ja, dan zeggen ze, dat is kunst. Werk. Oké, okay. Heb je al een keer een kunstwerkje gemaakt? Ja. Oké, okay, wat voor kunstwerk heb jij gemaakt? Iets voor moederdag en vaderdag. Moederdag. En wat moest je maken? Een kleine waaier. Oh, dat was voor moederdag. Met glitters. En voor vaderdag? Een hemd. Oké. Okay, op papier. Papa's trekken aan. Hemd aan. Oké, okay, en jij, wat voor kunstwerk heb jij gemaakt? Met een kleine verse. Oh, met een verse erbij. Lieve papa, of lieve mama, ja toch? Ja, okay. Een bloem. Een bloem? Ja. Oh, waarvan heb je die bloem gemaakt? Voor oma. Oh, voor oma? Ja. Zo lief ben je? Ben je altijd zo lief? Ja. Oké, okay, en jij, wat voor werkstuk heb jij gemaakt? Ik heb een auto gemaakt, en een huis, en een dier. Zoveel kunstwerkjes heb jij gemaakt. En die auto rijdt mama nu. En in dat huis wonen jullie. Dat huis dat jij hebt gemaakt. Really? Wat heb je een groot huis gemaakt? Van papier. Dan wonen jullie in een huis van papier. Nee. Oké. Okay. Okay. Weten jullie wat liefde is? Liefde is tegen elkaar respect. Praten, ja, dat, met respect praten. Aha. Dat we voor elkaar gaan zorgen. Mm-hmm. Dat we niet gaan vechten. Ja. En dat wanneer iemand pijn heeft of wanneer ze een grote schrammetje hebt, dan ga je ze altijd helpen. Geweldig, geweldig. Jij weet ook wat liefde is? Ja, dat? Nee. Oké, okay, liefde is wanneer je van iemand houdt. Heb jij liefde voor iemand? Hou jij van iemand? Van wie hou jij? Van mijn oom. Mm-hmm. En van mijn vader. Mm-hmm. Nog eentje. En van je oma, hè? Ja. Oh ja, want je zei. Je zei je hebt een bloem. Oh, of jij oma en je opa. Oké, okay. Maar als jullie hebben me vandaag voor het eerst gezien, houden jullie ook van mij? Ja. Ja, ja toch? Ik ken je sinds 3 jaar. Oh, je kent me al lang. Maar ik hou ook van jullie, boy. Want houden van iemand wil zeggen dat je geeft om de persoon. Dat je lief bent tegen de persoon. En dat je met respect praat tegen de persoon. Ja, toch? Oké. Okay. Wie zou je meenemen op reis? Als je 1 persoon maar mag meenemen. Papa. Je papa. Het is leuker met papa, hè? En dan waar zouden jullie gaan? Father and daughter day. Oh, father and daughter day. Zo leuk. Ik zou naar Nederland gaan. En dan zouden jullie eten en drinken? Ja, met mijn tante. Oké, okay, mijn tante woont ook in Nederland. Oh, dus dat zouden jullie ook zeggen? Hou op, wij gaan even eten. Mm-mm. Hoe zou je het zeggen dan? Oh, doe ik nu. Je praat
Oké, okay, als ik je zou vragen waar je gaat, zeg het, in het, zeg het hoe jij praat, dat je gaat eten. Ik ga eten. Oh, klaar. En hoe zouden, het zeggen, zouden ze het zeggen in Nederland? Ik ga eten. Eiten. Ik ga eten. Oké, okay. Zeg jij maar dat je gaat eten. Ik ga eten. Goed zo. En jij, Isara? Ik ga eten. Eten. Oké, okay, oké. Okay. Nee, jullie zijn allemaal flink. Ik wil nog één ding vragen. Houden jullie van fruit? Ja. Oké, okay, wat, wat voor fruit? Wat voor fruit? Ik hou van manja en bakoeven. Ik hou van bakoeven en watermeloen en appels. Oh, watermeloen en vruchten. Ja, watermeloen en, is lekker. En ik hou van strawberry. Oké, okay, oké. Okay, alleen maar lekker. Aardbeien. Aardbeien, wat nog meer? Hou je van sinaasappel? Ja. Sinaasappel ook, wat nog meer? De lijven. Olijven. De lijven. Oh, druiven. Oh, druiven. Ja, druiven zijn ook lekker die kleine ronde, toch? Zo. Ja. Oké, okay, en waarvan hou jij? Ik hou van ananas, mm-hmm, bakoeven, appel, zonder schil. Mm-hmm. En... Ik hou niet van ananas, boy. Greep. Greep. Oh, die... Greep. Ja, en van amandelen. Amandelen. Ik hou niet van ananas. Ik ananas vind ik niet ook. Het is lekker. Ja, nou? Uh-huh. Eet jij ook ananas? Is die gele? Ananas op pizza. Ananas op pizza is wel lekker. Sinaasappel. Sinaasappel is lekker. Ik hou van ananas op pizza. Yo. I'm a rare person, right? Ja, ja. Oké, okay, jullie zijn allemaal flink. Nog een keer, hoe oud ben jij ook alweer? 8. Jij? 4. 4 jaar? 6. Oké, okay, dan mogen jullie één keer raden. Hoe oud denken jullie dat ik ben? 63. Oké. Okay. Oh no, dat nee, was nee, het voor nee, deze. Nee, oh. Nee. 21. Dat is een mooie leeftijd. En hoe oud denk jij? 22. Jullie 36, zijn goed bezig. 36, 36. Ja. Nee, dat kan niet. Is beter dan de eerste keer. Nee, maar... 41. Precies wat hij zegt. Maar jullie waren allemaal warm. Jullie hebben allemaal 21, vind ik mooier. 22 ook. Maar 63. Dames en heren, jongens, meisjes. Dit was het voor deze keer. Mag ik vragen dat jullie ze allemaal groeten. Groeten jullie iedereen thuis. Groeten jullie. Zeg bye. Bye. Goed zo. Thank you. Mijn naam is Feryl Spier en ik ben 25 jaar jong. Wat is jullie naam? Mijn naam is Zinzi en ik ben 6 jaar oud. Flink hoor. En de jouwe? Mijn naam is Jamaya en ik ben 6 jaar oud. Zo flink! Nou, ik ben vandaag hier om mijn beroep met jullie te bespreken. Ik ben namelijk assistent makelaar bij Wheeling Real Estate. Ik ben een jaartje begonnen, vorig jaar april. Deze maand ben ik precies een jaartje in dienst. Mijn doel is om officieel real estate agent te worden. Dus dat houdt in huizen, percelen verkopen en ook huizen en zakenpanden verhuren. Hoe ging u dat doen? Hoe ik dat doe? Ja. Je hebt zeg maar mensen, bijvoorbeeld als jouw mama of papa een woning hebben, een huis hebben die ze willen verkopen, dan stappen ze naar ons toe als een makelaar. Dan gaan we het zeg maar voor hun verkopen, voor hun bemiddelen. En we doen, we proberen zo hard ons best te doen om het overal te adverteren. En overal zeg maar een beetje te promoten en ja, de beste resultaat eruit te halen zodat dat huis of het perceel van jouw mama of papa verkocht kan worden. Ja. Yes. En hoe, zo u verkoopt huizen? Ja. Zo, wie maakt die huizen om het te verkopen? Iedereen heeft een verblijfplek nodig. Ja. Toch? Dus
als jij zeg maar zelfstandig wilt in een worden, ga je zo een perceel kopen en een huis bouwen. Je laat zeg maar de tekening of het ontwerp van het huis laat je ontwerpen door een architect. En een aannemer die gaat het voor je waarmaken, die gaat het voor je bouwen, die gaat dat huis helemaal voor je in elkaar zetten totdat je erin kan gaan blijven. Ja. En wat is uw favoriete eten? Mijn favoriete eten? Ja. Ik heb verschillende. Ik heb bami, maar vooral roti kan ik elke dag eten. Ja. Ik heb sopropol met garnalen. Ja. Of antroa met zoutvlees. En wat is uw favorietste drinken? Daud. Daarvan heb ik wel één. Nee. Ja. Wat is die van jullie? Van mij is punch. Punch? Ja. Fruit punch? Ja. En ik hou ook van roti, net als jou. Roti. En van jou? Water. Water? Oh, dat is gezond. Wist je dat je 2 liter water per dag moet drinken? Nee. Minimaal? Nee, ik doe het ook niet hoor. Maar water is wel gezond. Ja, dat weet ik wel. Mooi. Moest je naar een school gaan om huis te verkopen? Of ik naar een school moest gaan om een bepaalde studie moest doen om makelaar te worden? Ik heb geen studie gedaan om makelaar te worden, omdat je in Suriname eigenlijk geen papieren nodig hebt om makelaar te zijn. Maar je hebt wel bij de FAR en PTC heb je wel opleidingen, cursussen die je kan volgen. En dat is alleen theorie. Maar makelaar eigenlijk leer je meer op het veld. Je leert het meer in de praktijk. Maar je hebt enige zeg maar, wat je zeg maar, in de theorie gaat leren zijn de documenten en hoe je zeg maar, met klanten moet omgaan. Dus dat zo een beetje, maar in andere landen zou je wel die studie moeten doen. En voor de toekomst wil ik wel die studie doen, omdat ik wel internationaal wil uitbreken. Wilde je altijd al makelaar worden? Sinds mijn 18e had ik wel zoiets van dat ik iets in de real estate wil doen, maar mijn droom was eigenlijk eerst vroedvrouw. En ik had nog niet zoiets dat ik had nog niet in mijn hoofd dat zeg maar voor mij zou komen. Dus dat ik makelaar zou worden. Ik hield wel ervan om naar house tours te kijken en naar real estate agents. Maar toen ik 18 was, deed ik de studie voor vroedvrouw. Maar vanaf mijn 21ste had ik zoiets van nee. Dat is mijn passie, dus daarin ga ik me zeg maar verdiepen. En het is beter dat je zeg maar doet waarvan je houdt. En dan zie je het zeg maar niet als je werk. Het is gewoon zeg maar je hobby uitbreiden. En dan sta je elke dag gewoon fris op. En is het moeilijk om dat te worden? Nee, het is niet moeilijk. Zodra je ervan houdt en weet wat je eruit wil halen, zet je zeg maar gewoon alles erin en probeer je zoveel mogelijk eruit te halen. En elke dag gewoon beter erin te worden. Oké. Okay. Yes. Wat zouden jullie willen worden? Ik wil een ster worden van dansen en zingen. Oh, echt? Ja. En jij? Ik wil brandweer worden. Je wil brandweer worden. Oké, okay. Bij deze wens ik jullie veel succes en wil ik jullie bedanken dat ik hier mocht zijn en jullie kon vertellen over mijn beroep. Dank u wel. Graag gedaan. Oké, we zitten hier dus met Jamir Tijndal en we gaan je vragen stellen over je broertje Jahim. Oké, de eerste vraag. Hij kan ons niet horen. Dus we gaan alle antwoorden zo meteen checken. Wat is zijn favoriete eten? Wat eet hij het liefst? Patat met ketchup. Patat met ketchup. Ja. Ik kan dat de hele dag eten. En wat nog meer?
chips. En chips, oké. Wat is zijn favoriete kleur? Rood. Rood, oké. Waarvoor is hij heel erg bang? Waarvoor is hij bang? Sommige kinderen zijn bang voor slangen, sommige zijn bang in het donker. Waarvoor is jouw broertje bang? In het donker. In het donker, ja, ne? Toch wel. Oké. En wat kan hij heel erg goed? Tekenen. Tekenen. Ja, nou, hij weet mooi te tekenen. Ja. Oké. Heeft hij ooit gezegd wat hij later wil worden? Wat hij wil worden? Een keertje wel. Hij wil dan dingen worden. Wat was dat weer? Politieagent. Nee. Wat zou brandweer. Willen? Oh, brandweerman. Oh, dat zou hij willen worden. Oké. Van welk dier houdt hij het meest? Van een kikker. Van een kikker. Hij houdt van kikkers. Ja, die kleine. Oké. En wat is zijn favoriete tekenfilm? Fireman Sam. Welke? Fireman Sam. Oh, Fireman Sam. Oh, daarom wil hij brandweer worden. Oké. Ik heb je een paar vragen gesteld. En dan gaan we je broertje nu diezelfde vragen stellen. We gaan die koptelefoon van zijn hoofd halen. En dan gaan we kijken hoe goed jullie elkaar kennen. Yes? Oké, heb je ons horen praten zo net? Nee? Oké. Ik heb je broer een paar vragen gesteld. En dan gaan we nu luisteren als jij diezelfde antwoorden geeft. Ben je ready? Ben jij ready? Ja. Ja? Oké. Wat is je favoriete eten? Wat kan je elke dag eten? Antrua. Antrua. Oké, goed zo. Is lekker gezond, hè? Oké. Wat is je favoriete kleur? Kleur blauw. Blauw. Oké. Waarvoor ben je bang? Waarvoor ben je een beetje bang? Dat je zegt... Sommige kinderen zijn bang voor dieren. Een persoon die danst op de straat, zij dancing lady. Over haar ben je bang? Ja. Migado. En ze is een andere stem. Die andere is, ze heeft iets roods aan, een blauwe jacket. Mm-hmm. Heeft ze een creepy smile door. Had ze achter die mensen rennen met een mes. Oh ja, nee. Oh ik zou ook bang zijn. Oké. Waarin ben je heel erg goed? Wat kan je heel erg goed doen? Zeven schrijven. Oh zo. Oké, heel mooi. Oké, en wat zou je later willen worden als je groot bent geworden? Wat zou je willen worden? Politie. Een politieagent. Oké. Welk dier is je favoriete dier? Van welk dier hou je het meest? Mijn hond. Je hond. Die hond wil wat ik thuis heb, zo van die dingen hond van Mathilde. Ik hoop van een different hond wie Tok was is. Oh, Tok was. Dat is het enige dier waarvan je houdt. Je houdt niet van andere dieren. Andere dieren. Ik hoop... Noem nog eentje. Nog eentje, noem nog eentje. Behalve honden. Waarvan hou je nog meer? Tokwasopoes. Oké, dan heb ik nog één vraag. Wat is je favoriete tekenfilm? Tekenfilm, Sonic. Sonic vind je heel erg leuk. Oké, ken je die ene tekenfilm, Fireman Sam? Fireman Sam, ik ken dat nog. Ja, maar die vind je vindt die mooier. Of vind je Sonic mooier of Fireman Sam? Ik vind beide mooi. Je maakt het moeilijk voor me. Oké. Het is echt gezellig met jullie. Jahim en Jamir. We hebben heel wat vragen gesteld. Mag ik je wat zeggen? Ja. Als ik hier zit, moet ik jullie een vraag stellen. Oh, dan moet jij ons een vraag stellen. Oké, ja. Stel een snelle vraag. Wat is jullie favoriete dat ik kan zeggen? Dora. Dora. Ja. Wat is je favoriete game? Mijn favoriete game is FIFA. Ja. Nee, wat is jouw favoriete game?
Wat is jouw favoriete game van je vraag? Ja. Fortnite en FIFA. 23 hoor. Wat is je favoriete? De telefoon iPhone 13 of iPhone 15? Oh, ik zei moeten zeggen dat jij iPhone 15. iPhone 15. Like it, Samsung. A Samsung. Mm. Dat was niet mijn vraag. iPhone 13. Oh my god. Oké, we gaan dit gedeelte moeten afsluiten. Dankjewel voor je vragen. Hele mooie vragen. Ik heb nog een vraag. Je hebt nog eentje? Ja. Oké, laatste vraag. Laat me horen. Die vraag is... Wat is jullie favoriete huis? Voor mij... Een mansion of... Mm-hmm. En jullie mogen wonen... Mm-hmm. In een huis dat van bricks zou maken. Van bricks, oké. Met guard dogs. Ik wil een mansion. Mansion. Mm. Ja, wat wil jij? Een huis met guard dogs. Honden. Die honden wil je huis gaan protecten en acrimineels gaan in je huis komen. Of wil je een mansion? Ik wil precies het huis dat wij hebben. Oké. Nee, dankjewel Jameer en Jahim. Ik zou zeggen, jullie kennen elkaar sowieso toch heel, heel erg goed. Die vragen zijn misschien niet, die antwoorden zijn niet hetzelfde. Hij is je broer. Jullie spelen wel elke dag samen? Samen. Maar die andere kan controle is gebroken. Oh, dan moeten jullie om de beurt spelen. Om de beurt. Oké. Nee, dan wil ik vragen dat jullie zo meteen ook groeten. Jij groet daar en jij groet daar. En dan zeggen we dag guys. Laten we groeten. Bye. Bye guys. Ja. In de bubbelbox zijn we blij. Vandaag zijn we lekker vrij. Lachen en babbelen, we're 14. Zo kan de hele wereld ons zien. Stap in de bubbelbox, groot en klein. Zie onze wereld, oh zo fijn. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.